It's a rap. En ik ben kapot. En ik ook. Ja man, het is, we hebben het gedaan. Het hele team. Jij hebt het ook gedaan. Ja, samen. Het team. Ja. Jij was er vanaf het begin af aan bij erbij geweest. Van echt starten from the bottom. Tot aan het event. Ja. En ja man, het was echt een slag. Het was echt een geslaagde dag. Alles ging gewoon heel soepel eigenlijk. Niks was gemaakt, alles ging vanuit het hart. Ja. De sprekers, de mensen die er zijn geweest. Mm. Stichting hier, de sfeer. Het bidden, ja. Het huilen. Ja. Alles eigenlijk. Alles, ja. Ja. Maar ik denk echt dat je trots op jezelf kan zijn. En ja, thanks man. Terug kan kijken op een hele mooie geslaagde dag. Het is echt, ik denk dat zoveel mensen geïnspireerd zijn geraakt. Met het hele concept, met jouw verhaal, met de verhalen die de anderen hebben verteld. Ja. Ik heb ook mensen lopen vloggen of interviewvragen gesteld en die waren ook allemaal onder de indruk. En nou, je ziet het ook wel op de orderlist. Die truien en die t-shirts die gingen, maar de bestellingen kwamen wel binnen. Dus mensen wilden meer dan één bestellen, maar dat kon niet. Ja, maar dat betekent dus wel dat mensen het merk voelen. Ja. Ja, dat is het belangrijkst. Ja. Dat ze snappen wat het merk inhoudt. Ja. Het gaat eigenlijk, het merk gaat eigenlijk, jij draagt jezelf in het merk. Jij bent het merk met jouw verhaal, jouw kennis, jouw achtergrond. Ja. Snap je? Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel het verschil met andere merken. Ja. Je koopt het omdat je bewust bent van het merk. Want dat merk, dat ben je zelf. Ja, dat zo. Ja. Dat is het. Ja, dat is zeker waar. Dus hou de socials in de gaten. Ik zal het hieronder plaatsen. Zeker. Ja. Sowieso stay tuned. Want Gil en ik gaan ook nog... we hebben ideeën voor in de toekomst. We hebben heel veel ideeën, visies die we in de toekomst willen die we gaan uitwerken, waarmaken. Die gaan we waarmaken, 100%. Ja. Ja, dat zijn het niet. Het blijven dit is alleen het begin. Het blijven niet alleen ideeën. Weet je? We gaan er ook aan werken. Ik heb een boem ontmoet en die zei tegen mij: Lucas, je bent één iemand van de 3D's. Je bent een dromer, een denker en een doener. Maar het belangrijkste is nog die 4D die je hebt: dat is het doorzetten. Hmm. Dus dat is voor iedereen. Iedereen die 3D's heeft, denk aan die 4D. Dat als je iets wil, dromen, denken, doen. Maar doorzetten is het belangrijkst. Zeker. Ook als dingen tegen zitten. Want ja, mensen weten niet hoeveel er achter de schermen ook. Ja. Nou ja zeg. Kijk, dit wordt het. Even geknipt hè. Je ziet het wat er gebeurt. Hé man, dit is real man. Ik heb net ook geld. Dus dat mag. Ja. Dat mag. Ja. Dus, dat maakt het ook echt, hè. En dat was het ook vandaag. Het was ook gewoon echt. Gewoon net ook het afsluiten heb ik ook lopen huilen. Ja. Omdat, ik kom toch uit een moeilijke periode. En daar zit ik nog steeds in. Ja. En, zoals mensen ook hebben gelezen in mijn interviews, als ze hem hebben gelezen. Hè, ik kom vanuit een burn-out. En ik heb nog steeds therapie. Ik ga nog steeds elke week naar therapie. Maar dat doet mij niet... tegenhouden om zeg maar door te gaan met wat je echt wil. En dat is het belangrijkste. Waar ligt die wil van jou en die wilskracht? Ja. Snap je? Zo. Ik zeg altijd, zonder die man boven mij ben ik niks. All glory dus neem to God. Alles mee in gebed. Ja. En dan ook gewoon alles. En dat is gewoon het belangrijkste. Ja. Nee, we hebben dromen, visies en we gaan er gewoon voor. Ja. Ja. Dit is alleen maar het begin. Dit is het begin, hè? Dit is het begin. En ja, ik weet niet, ik word ook emotioneel. Gewoon omdat ik het van dichtbij volg. Voor jou. Maar ook omdat ik zelf ook bepaalde dingen meemaak. En het leven in Denemarken, et cetera. Ja. Het is ook niet niks ver van je familie. Alleen in een kamer. Mm-hmm. Met allemaal andere mensen. Het blijven mensen, maar het is toch anders. Mm. Weet je, we hebben heel vaak contact. We begrijpen elkaar omdat we vanuit dezelfde
cultuur komen. En dan is het toch moeilijk als je in een ander land zit. Ja. Om mensen elke keer maar dingen uit te leggen. Nee, dit. Mm. Dus ja, die struggle. Maar ja, weet je wat het is? Ondanks alles, je bent wel weer 2 maanden geleden, of 3 maanden geleden. Februari. Wel weer Nederlands kampioen geworden. Mm. Snap je? Dus, ey. Ja. Dat is die... Maar dat is ook dat doorzetten. Dat doorzetten. Ja. Ja. Wij hopen gewoon met ons verhaal en onze ervaringen andere mensen te mogen inspireren. Ja. In hun journey. Ja. Well, because we rise by lifting others. Eh? Don't we forget. We only rise by the grace of the Most High. Sowieso. Snap je? Niet vergeten, Janglupa. 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 Pujitoan itu yang pertama. Oftewel, God first and the rest will lead the way. And the rest will follow. Ja, sowieso. Toch? Mm. Amen. Amen. Tiga kali. Doe dan. Amen. Amen. Oké, nou. Laat je dit doen. Bolling. Ja, waarom niet? Nou ja, bij deze sluiten we dan denk ik de vlog af. Ja. Geslaagd. Wil jij dag. Iedereen even bedanken? Sowieso iedereen die checkt naar deze vlog. Ik hoop dat jullie allemaal geïnspireerd zijn. Niet alleen door mij, maar ook door Keel. Want zij heeft echt de reis meegemaakt. En ze reist nog steeds. Morgen vroeg reist ze terug naar Morgen weer Denemarken. Terug naar Denemarken. Dus ja. Ze is echt een strijder. Ze komt echt speciaal voor dit. Is hier gekomen. Dus sowieso. Follow, like en abonneer. Subscribe. En yes. Follow the movement, man. We gaan mooie dingen doen. Ja. Ja. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie hebben genoten. En dan zien we jullie in de volgende video. Doeg! Doei!